Iedereen, welkom bij deze video. En in deze video gaan we fanfiction lezen. En ja, dat wordt denk ik heel vies. Want mensen kunnen zulke rare dingen over gewoon beroemde mensen gewoon schrijven. Van, het is wel eigenlijk, moet je nagaan dat het alleen maar cringe is omdat die mensen bestaan. Nou, het is niet alleen cringe, het is ook cringe omdat zeg maar de meeste fanfictions zijn echt heel slecht. Ja, maar daarom is het cringe. Maar ook van, als je gewoon dat verhaal maakte zonder een beroemd iemand, dan zou het misschien nog net kunnen. Ik zou misschien niet lezen, maar... Stel je voor, je komt dat persoon opeens in fucking echt de lucht tegen. Dat is niet oké. Moet je nagaan als een beroemd iemand jouw fanfiction leest. Dat hebben ze volgens mij best wel vaak al gedaan. Ja, 100%. Maar hoe komt het in jouw hoofd om dat verhaal online te zetten? Nou, gewoon dat heel veel mensen zeggen. De meeste mensen lezen fanfiction. Ja, I know. Maar ik bedoel van, waarom? Je hebt ook van de film Scary Movies. Daar heb je ook van die ene. Dat is het erg, hè? Ja, maar die heb echt heel slecht. Die bewaren we ook van Disney, precies. Die houden we als laatste. We gaan als laatste de Scary Movie doen. Maar worden ze dan, gaan ze dan helemaal een liefdeverhaal maken of zo? Nee, volgens mij killde hij haar. Volgens mij hadden ze seks en dan gewoon dood. Gewoon stab. Wacht, ik kan wel even kijken. Gaan we dat ooit vinden? Fiction. Oh mijn god, dit is over Loki. Het heeft 3 miljoen. Ja, dat zeg ik toch. Fanfics zijn echt heel erg. Kijk, ik zou alleen een fan... Nee, en dat is een... Hier, ik kan Tom Holland, nooit BTS. Een fanfiction lezen over een... Beroemd iemand met liefde, qua liefde. Wat de heck? I'm a gay wizard. Oh, hier, Draco. Oh mijn god, dat is echt, de mensen zijn zo cringe. Avengers. Harry Potter. Mensen die dat lezen zijn maar. 14. En al die, en dan vallen ze allemaal... Nee, volgens mij ook 20 jaar lezen dit ook gewoon over. Ja, de meeste zijn wel van One Direction eigenlijk. En Marvel ja, ik en vind Harry. Oké, doen we Loki wel. Okay. What if Loki was supposed to attack Earth? What if it was a prophecy? Is dit wel überhaupt? Wat staat er? Moet ik het lezen helemaal? Wat is dit? Het is gewoon een nieuwe storyline dan. We zetten, mag ik even screenshot maken? Oh ja. We zetten het in het beeld, dan kunnen jullie ook lezen. Ja, dan maak ik ook wel screenshots van de dingen. Ja. Maar geen kindje. Ja, oké, okay, maar deze is wel goed, blijkbaar. Ik bedoel van, waarom kan je niet gewoon zo'n boek maken, maar dan gewoon over de Noorse mythologie? Ja, nee, maar toch, van waarom kan je dat niet doen in plaats van iemands gezicht erop plakken? Want dan kunnen andere mensen nog aan hem denken ofzo. I don't know, maar dit is gewoon, waarom kunnen mensen niet doen gewoon, ze hebben zo'n fantastisch idee om een boek te schrijven en dan gaan ze een fanfiction van maken. Ik zal even kijken of dit... leuk is, want je moet natuurlijk wel de goede stukjes hebben. Oh, ook leuk om te weten, this story starts before Thor was cast out. Dus zijn we de first Thor movie, I guess. Was cast out? Oh, hier! Buggy! Was cast out? Ja, ze maar weg daar mee. Ik wil gewoon weg uit het fucking jieten. Ja, maar... Is dit dus een gevecht? We hebben een gevecht mensen gewonnen, what the fuck is dit? Ik snap het niet! Zeg maar, deze is heel goed, eigenlijk moeten we hele slechte. Deze is zeg maar, oké, dit is oprecht gewoon de film, alleen dan met een romantische iemand erbij. Oké, we zoeken een hele sterke. Kan je reacties? Kan je reacties lezen? Ja, je hebt bij elke zin die zeg maar in één blok staat, kan je reacties geven. Oké. Ik moet een slechte hebben, zoals, ik moet een JN hebben eigenlijk, dat zijn de slechte, your name, dat zijn de slechte. Zie je? Snap je? Dat zijn het cringe. Zeg maar, wanneer je zeg maar JN, zeg maar, Griekse I slash N, dat betekent dan your name. Dus dan zeg maar, dan ben jij het letterlijk. Net zoals op TikTok doen. Dus eigenlijk, zeg maar, is het dan van, dan hoor je onze naam daar eigenlijk in zeggen. Dus bijvoorbeeld yeah. Nienke, adopted daughter, weet ik veel. Wat, pardon? Ja, dat stond daar. Among Us. Oh, hell. Hoe ver kan je gaan? Among Us, dus je valt op die weird ass beestjes, I guess. Oké. Bitches. Nee, maar ik wil Be Mad in Italy met Chris Evans. Ik vraag me toch echt af hoe
Wow, dat is gewoon een paid story. I'm a gay wizard. Leuk, wacht even. In their relationship, even the love of Chris keeps a secret from her. Who gives a fuck? Okay, who gives a fuck? Ik wil een leuke hebben. Zoals fucking Harry Styles. Dat is zeg maar zo'n iemand die... Die zit flatmates voor iemand die dit wil lezen, I guess. Okay, Harry has a bad reputation that precedes him. Yeah, and just wants to get a good grades and stay out of trouble. Somehow they end up sharing a flat. Nou, hoe zal dat nou komen? Leuk. Interessant. Oké, ik begin. We're getting into it. Okay. Wat? Okay. Wacht even. Ga je het lezen? Waarom moet ik lezen? Nee, ik wil even een goed stukje hebben. Ja, zoek dat maar. Waarom wordt dit zo raar geschreven? Omdat het fanfiction is. Nee, maar dit wordt geschreven in een ander persoons view of zo. Kijk hier. Harry carried on with his morning routine as usual. And he made himself very... Dat is niet in zijn point of view. Dat is letterlijk in de... Nee, maar omdat hij toch niet de hoofdrolspeler is. Van... Nee, maar dat gaat niet om. Je hebt bij boeken. Die, zeg maar... Ik vind goede boeken, wanneer je letterlijk hebt staan, dat zijn chapters. Dat je letterlijk in hem, boeken in zijn brein ja, zit. Ja, nee, maar sommige boeken hebben dit wel is ook niet. Wel goed. Het is wel goed. Het is niet slecht, maar het is irritant. Het leest heel irritant. Kijk maar, want je leest elke keer dit. To be honest, Harry couldn't care less. Zeg maar, snap je? Je leest de hele tijd zo'n naam. Hoe kip ze vaak? Oké. Ik wil een hele slechte vinden. Dit is allemaal de te goed. Aller slechtste. Finny Hacker. Oh, hell no. Oh, dat moeten we bereiken. Ja, maar die is 3,67 miljoen, die is goed. Blijkbaar. Ja, omdat 14-jarigen dat kijken. Kan niet 14-jarigen kijken. Nee, het moet oprecht goede. 14-jarigen zijn heel judgy over iemand. Ja, maar we zijn de enige die zulke TikToks kijken van zulke mensen. Only one chapter has smut. And that's where we're going. That's where we're going. Weet je wat het is? Ja, nee, geen idee. Gewoon zo. Oké. Dat is gewoon een hele chapter vol met. Mensen, jullie weten wat het jullie doen. Oh mijn god, ik ga niet leren. Nee, maar dit is geen seks. Wat was dat daar dan? Wat? Wat daar? Nee. Van, hè? Waar heb je nou een 9 gemaakt? Hier. Ja, dat is gewoon wat. Nee, dat kan niet. Nee. Wat ben je voor non voor je? Non, ik ben er gewoon shock. Oh nee, dit woord snuggelt. Nee, maar ik ga voorlezen wat er stof, mensen. Oké. Waar staat het nou? Oh ja, gewoon daar oh, hier. Oké, dus in de kitchen. In de kitchen. We're in the kitchen. Oké, JM hopt. Ik kan je echt. Wat? Waar staat dat? Hopt up on the counter oh. With Finny standing between her legs, holding her waist. Dat is letterlijk. Oké, het is niet vies, maar ik cringe er zo erg van. Ik kan niet normaal zulke dingen lezen. Ja, maar je kan het überhaupt niet normaal lezen, omdat in jou, je moet denken dat jij het bent. Ja, dat is heel erg. I'm hopping on the counter. Just hopping on, bitches. Let's get ready for a ride. Volgens mij is het, oké, dat was niet seksueel bedoeld. Whispered, I ate all of the cookies! Finny snuggled up to you and fell asleep with you. Nah, hell no. Kan ik ook nog nee zeggen? Wat zijn de comments? Fat bitch! Waarom fat bitch? Oh, hell no. Hebben wij een dochter? Oh, wat is dit? Wacht zo snel naar één. Wie is de vader? Wie is de vader? Nee, dat is haar. Dat was snuggeling. Dat was snuggeling. Snuggeling, dat is gewoon zeg maar. Dat is gewoon cuddling, alleen dan meer snuggeling. Een soort van meer. Oké. Ja, oké, ik kan het niet uitleggen. Ja. Ben jij Finny Hacker knap? Ik weet niet hoe die gozer eruit ziet. Die spinnetattoo. Ja, ik vind zijn tattoo. Ja, maar dat komt helemaal soms op TikTok. Vroeger keek je altijd naar al die jongens op TikTok en zo, maar hoe langer je naar keek. Hoe cringe het werd en nu kijk je nooit meer naar. En ben ik blij mee, want ze zijn verschrikkelijk. Waarom hebben ze niet Vincent gebruikt in zijn point of view? Want hij heet helemaal geen Finny. Omdat dat niet hot is, Marije. Het is Finny. Snap je dat nou niet? Ik zit hem oprecht nu te gewoon te googlen, maar het is zeg maar, hij is niet lelijk, maar het is niet mijn type. 100% niet, nee. Maar waar zijn spinnen? Oh, daar zijn spinnen. Ja. Dus verder lezen we het. Oké, dat klinkt heel raar. I tiptoed! Tiptoed
to her room. Whatever. Ik wil niet, ik wil Schmidt hebben. Oh, hell no. Ik ben lief voor. Oh, hell no. Oh, nee. Oh hell no. Oh, god, ik dacht dat ze, ik dacht wel dat haar, maar het is over de dochter. Oh, mijn god. Oké, dus ze staat hier van, I picked her up and asked, do you wanna wake up, wait. Do you wanna, nee, ze staat dat staat niet. Do wanna wake daddy up? Dat is niet echt Engels. Do you wanna wake daddy up? Nee, er staat geen you. Dat boeit niemand, denk ik. En ik dacht dat het was, dat ze hem daddy. Oh. Maar het is dus de dochter. Daar hebben we een moment, we hebben hem. This is just part 2 of Drunk and Horny Finny. Wat? Dat wordt alleen maar erger die naam, Finny. Okay. Oh mijn god, ik krijg al kippenvel van de goorheid. Hier kan ik niet. Hij zegt, oh hi baby. Waar is dat? Hey love bug. Ik ben klaar. Ik heb er geen zin meer in. Ik krijg letterlijk gewoon kippenvel van deze kringheid. Do you wanna go home? I asked him. Yep. And fuck. Yeah, no, I'm tired. You can jerk off. Okay. Finny started whining in the car about him being horny and his boner hurting. Wist je dat het oprecht was? Wie schrijft dit? Wow, als jij dit erg vindt, dan ben je echt niet verrijd, bitch. What got you so horny? Ik spreek, als dit ooit een relatie wordt, zeg maar, dit in een relatie komt, dan... Dat was gewoon, ze hebben gewoon een heel gesprek zo casual gemaakt, gewoon. Ik wil... Dat zeg je toch ook niet in het echt? Of ben ik nou gewoon, ja, ik ben, weet ik veel. Nee, dat zeg je niet in het echt. Ik wil het helemaal niet in mijn fucking lijn. Dit is zo verschrikkelijk. Yo, we got him. Oh, er is ook maar één chapter. Beter! Woehoe! Oké, okay. De chapter heet... Fucking. Wat gaan we daarover zeggen? Ja, dat wordt veel gefuckt. You go! You were walking along the sidewalk looking at your phone. You kept staring at Ghostface number? Waarom heb je die? Waarom? En dan zei what's up? He had just gave it to you a few months ago and he snuck to your room and was teasing you while you were scared. What the fuck is this? Poor little thing! Stoot je in je hoofd nou? Ja! Ik wil niet meer verder lezen. Dit was al te veel. Ik wil het niet. You poor little thing! You're so pretty, you're so defenseless. Ow, je steekt me met je nagel. Oké. Okay. He handed you a flashcard with his number and jumped out the window. He was kinda hot. Hell no, bitch, just... He's a murderer. Nee, maar ik bedoel, hij was letterlijk gewoon binnengekomen. Maar hij hot zijn. Hij heeft een masker wat zo gaat. En een fucking hees met een cape eromheen. Wat? Nee. Wat is dat er? No. He had a fifth large frame and tight fit. Maar waar staat dat? Ik zie niks. Where you can see his lush! En wat? Ik wil er niet stoppen. Oh, dit is zo. Ik heb geen aandacht van. Wat de fuck betekent dat? Nee, dat betekent gewoon een ding. Dit is wel grappig. Oh! Oh no. Wat staat er nog meer? Waar moet ik het lezen? Oké. You wanted to know how it tastes like in your tongue and how big it would be in your mouth, spreading it wide. Ik wil niet meer. Dit is mijn, ik heb mijn point gereached. Ik ben heel bang. Zo oh mijn god. You know this. You know this. You were wet from the thought of taking his cock in the throbbing sensation it would send throughout your body. Okay. Ik vind hem wel stomme. What a good girl. Nee. He kisses the place where he stabbed you and took his dick out. Well, you passed one of the things about your mouth. He took the knife and sliced your neck! You're just dead. You're just dead. Gewoon dood. Gewoon dood. Dat was het. Ik wil weten wat de comments hierop zijn. Yes, the only person who was allowed to kill me.
Ik vraag me af, hoe kunnen mensen dit lezen met een serieus gezicht? Je hebt het gewoon verwoord. Ik denk dat dat het beste part was van het hele boek. Oh, ik weet niet jammer, ik wil deze hele boek slaan. Oh, je hebt nog meer. Oh, ze heeft er meer gemaakt. Oh nee. Oh mijn god, dit hoofd is niet leg spreading. Dit doen we niet. Je weet dat het erg is als het hoofdstuk al erg is. Ik voel me letterlijk ongemakkelijk. Ik denk mijn kippenvel hebben. Ja, ik ook. Nee, dit was niet echt fijn om mee te maken. Het voelde letterlijk eigenlijk alsof het letterlijk gebeurde bij jezelf. Het was niet zo. Ik ben er klaar mee. Ik heb oprecht geen zin meer. En ik heb ook zin om al mijn eten uit te kotsen. Nou, ik vond het niet. Denk ik. Ik vond het niet leuk. Ik vond het gewoon geweldig. Ik ga denk ik beginnen met lezen. Ik denk. Nou mensen, dit was de verschrikkelijkste video. De video is niet verschrikkelijk, maar de opdracht wat wij moesten doen met onze hersenen naar die gore tekst te kijken. Dit was de video. Ja. Like, we gaan dit nooit meer doen. Abonneer, vooral als jullie het willen. Nee, totaal niet. Dat wil niemand. Oké, dus like, abonneer en reageer. Niet, alsjeblieft. Dat wil ik echt niet doen. Reageer, maar dat we het heel vaak moeten doen. Nee, dat ga ik echt nooit doen. Dat kan Marij heel goed tegen. Hiervoor moet ik naar ziekenhuis. Ik denk dat mijn brein getest moet worden voor dit. Maar hij heeft gewoon een trauma opgelopen. Ja, eigenlijk wel. Oh ja, dat is niet chill. In ieder geval. En klik het notificatiebelletje aan. Ja, elke zondag weer een nieuwe video. Nooit meer dit. Doei. Doei.